vandaag bij de Stad Schouwburg in Utrecht voor het eerste Utrechtse TEDx-evenement. Ze doen dit al jaren over heel de wereld, waarbij verschillende sprekers op conferenties hun ideeën presenteren aan het publiek, zodat zij op hun beurt geïnspireerd kunnen raken. Vandaag komen er 16 zowel nationale als internationale sprekers ons vertellen hoe we het maximale uit onze creativiteit kunnen halen. Wat is het idee achter deze dag geweest? Nou, het idee achter TED in zijn algemeenheid is dat de inspirerende ideeën worden gedeeld met de rest van de wereld. Wij hebben met TEDx Utrecht besloten om er een thema aan te geven, dat mag ook. En het thema is Full Creative Potential. En wat we eigenlijk daarmee willen bereiken is dat mensen die hier naartoe komen of die ons via Twitter of Facebook volgen, dat die creativiteit een wat meer prominente plek in hun leven gaan geven. Dat is eigenlijk onze ideale doelstelling met het evenement. What brings you to this convention today? Because you came all the way from America. I came from San Francisco. I'm very excited. I've never been to a TED conference before. I decided to come from San Francisco because one of my colleagues and close friends is speaking today, Rebecca Bortman. Waar heb je op gelet bij het uitzoeken van de sprekers voor vandaag? Dat ze inspirerende verhalen hebben. We hebben dus een aantal subthema's, Creative Solution, Think Big en nog een paar, die hebben we gedefinieerd. Als mogelijke uitingsvormen van creativiteit. En daar hebben we vervolgens sprekers bij gezocht die zeg maar daarbij passen. Wat moeten mensen mee naar huis nemen? Wat is het belangrijkste wat ze van deze dag moeten oppikken? Ik ben heel tevreden als iedere persoon die hier rondloopt één ideetje meeneemt waarvan ze zeggen dat zou ik morgen misschien eens anders kunnen doen. And apart from your friend who's speaking today, what else do you want to see? I'm really excited about the sort of scope of speakers. I'm particularly very interested in human behavior and the way that technology is affecting human behavior. A variety of talks that are getting at that in different ways. So I'm really excited to see the way that that's playing out here. And I was really excited to get to come to Utrecht because it's beautiful and I got to hang out and enjoy the city a little bit. Oh, good. Have a good day. Thanks very much. Don't get stressed, don't get hurried. Take your time, live in the moment, throw away your past. Het thema van het eerste blok was Think Big, denk groot. Als jij jouw kinderen iets mee wil geven in die richting, wat is dan de boodschap? Als je, wat wij in het Nederlands open-minded bent, als je dat bent, dan krijg je veel meer mee. En dat kan lezen zijn, dat kan luisteren zijn, dat kan gewoon met mensen in contact komen zijn. En mijn kinderen tot nu toe zijn dat behoorlijk. Zijn open-minded en hebben voldoende humor en relativeringsvermogen. Nou, als je die dingen hebt en je denkt een beetje na en je leest wel eens een boek, dan ben je al een behoorlijk en verder dan, laten we zeggen, het gemiddelde. Wat was de belangrijkste punchline van jouw verhaal? Nou, wees niet zo gauw tevreden met het heden. Er is nog zoveel mooie toekomst te gaan. En ik denk dat je bij innoveren vooral ver moet kijken. Nobody had any clue what they were doing. Least of all, my parents. They were making it up as they went along. And here's a little secret for you. So is everybody else. You, me, and I would venture to say everybody in this room. Even the person sitting next to you that you think looks really smart. Today I talked about how to paint your masterpiece, and I gave lessons from my own life that I've learned through coaching to help reinforce the 10 lessons that I imparted on the group. Because the subject of your cluster was Free Your Mind? Yes. And when was the first time that you noticed you did that yourself? That's a great question. I would say when you start a business, you really have to unleash your own potential. So you have to figure out, okay, what are these limiting beliefs I hold that hold me back? And I would say probably 2005 would be the exact time that I figured out how to free my mind, because without it, it's hard to move forward. Yeah. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het top, inspirerend, verrassend en af en toe leefde ik enorm mee met de sprekers die zo nu en dan zoekend waren, want ik zat op de eerste rij. Heb je er voor jouw gevoel zelf iets uit kunnen halen uit deze dag? The meaning of search and the search of meaning. En dat verschilt als iets van de dingen. Maar dat je heel erg moet kijken met een verse blik naar dingen. Zou je dit aanraden aan andere mensen om een keer naar een TEDx bijeenkomst te gaan? Altijd.
ideas worth sharing. Oké, hele fijne avond nog. Okay.